In navolging van Suriname heeft ook Curaçao nu een digitale versie van het slavenregister. En dat die vandaag online komt, is niet geheel toevallig. Want het is precies 225 jaar geleden dat er een grote slavenopstand uitbrak op Curaçao. Geleid door de tot slaaf gemaakte Tula. Over zijn leven is weinig bekend, net als over veel andere tot slaaf gemaakte mensen op Curaçao. Wat we weten ligt opgeslagen in de kasten van het Nationaal Archief in Willemstad. In meters rijen vaak moeilijk leesbare stukken. Althans, tot nu toe, want Nederlandse en Curaçaose historici zijn 3 jaar bezig geweest een deel daarvan, de zogenaamde slavenregisters, via internet toegankelijk te maken. Nu is het een feest. In die zin dat je nu een naam kunt intypen en dan vind je dus alle Maria's die je bijvoorbeeld in het bestand zitten. Maar je kunt op eigenaar zoeken, je kunt op moedersnaam zoeken, je kunt op geboortejaar zoeken. En doordat het een digitaal systeem is, kun je ook makkelijker lezen. De informatie is nu dus toegankelijk voor iedereen, maar je hebt een geoefend oog nodig om te interpreteren wat je vindt. En zo'n geoefend oog heeft Christel Monsanto. Zij helpt Tom Vullink met zijn zoektocht naar zijn voorouders. Nog een andere. Ga nog een keer terug, ga dan naar Juana zoeken. Dubbele N was het volgens mij. Tom wil achterhalen hoe hij aan zijn familienaam Vullink is gekomen en zoekt zijn weg in 21.000 namen. In leesbare tekst of het gescande origineel. Kan je die op het origineel zien? Kijk even. Dat is dus het originele slavenregister. Dan moet je even Juana zoeken. Ik heb wel hulp nodig. Want eigenlijk, bijvoorbeeld Christel, die weet natuurlijk al hoe je die puzzels aan elkaar moet plakken. Misschien nog een Juana. Wat is dit? Is dit Juana toevallig? Dit is Juana. Ik ben het wel. Hier is Juana, hier is Juana. Ja. Zie je dat? Ja. Mensen kunnen vanuit hun luie stoel, en dat is natuurlijk zo super goed. Je kan het thuis opzoeken. Je hoeft niet naar het archief te gaan. Nu ook in verband met COVID. Ja, kijk, dat is maar tijdelijk, maar toch konden we helemaal niks. Tom kan nu thuis verder op zoek naar zijn verleden. 225 jaar na Tula's heroïsche strijd voor de vrijheid openen de digitale slavenregisters voor hem en voor Curaçao een nieuwe toekomst.